Voilà. Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag geen Air-Up, maar Lego. Ik heb deze voor mezelf besteld een tijdje terug, voor kerst. En ik denk dat is een leuk om hier eens een serie over te maken. Lego heeft een hele lijn gemaakt met Skylines. Onder andere Singapore, Taj Mahal is gemaakt, New York is gemaakt, Tokio is gemaakt, Parijs, Londen. En nog een aantal meer die ik hier nu even niet zie. Ik begin met Parijs, natuurlijk mijn favoriete stad. Dus we gaan eens kijken wat het brengt. Netjes los verpakt. Lego is gelukkig niet meer alleen voor kinderen. Er zat Lego verkrijgbaar voor volwassenen. Dus hartstikke leuk. Je kent al de Star Wars serie wel. Ook niet echt voor kinderen tegenwoordig. Vooral die prijzen niet. Kijk, een Lego boekje bij. Een boekje, een mooie foto van Parijs, City of Light, de Arc de Triomphe staat erop, de Champs-Élysées is uitgebeeld, heel klein, de Tour de Montparnasse, de Grand Palais, de Eiffeltoren en het Louvre. Heel boekje, dus we gaan er maar eens mee beginnen. Ik verhuis even naar een andere tafel. Dan heb ik iets meer ruimte en beter licht. Dus gaan jullie mee? Dit is deel 1. We hebben de Tour Montparnasse, Grand Palais en de Champs-Élysées. En dit is wat er over is. En dan gaan we aan deze beginnen.
Kijk, we willen de Arc de Triomphe hebben we. Soms in de Zee hebben we. De Montparnasse hebben we. Paleis hebben we. Dit is het fundament voor de Eiffeltoren. En het Louvre, inclusief de piramide. We gaan nu beginnen aan de Eiffeltoren. Kijk, en zo is hij helemaal klaar. Met de Franse vlag in de top. In het echte is dat trouwens niet, hè. De echte heeft geen Franse vlag in de top. Maar hier ziet het wel leuk uit. Echt Frans, zo. En de achterkant. Met die glimmende Montparnasse. Bedankt voor het kijken. Frans duimpje omhoog. Frans belletje. En Frans abonneren. Ik zit op de 129 abonnees. Einde van het jaar wil ik eigenlijk aan de 1000 zitten. Dus als er iemand weet die van leuke filmpjes houdt. Lego. Of andere unboxing dingetjes. Graag abonneren. Tot de volgende keer.